Dit is een bespreking van het vierde en laatste stukje van paragraaf 44 van Apurbe Condita 21. Hannibal sluit hier de toespraak aan zijn soldaten af. En daarna raakt hij met de Romeinen slaags bij de rivier de Ticinus. Hannibal begint het laatste deel van zijn toespraak aan de soldaten met een duidelijk illis, die daar. In eerste instantie zou je kunnen denken dat daar de Romeinen mee bedoeld worden, die daar. Aan die daar is het toegestaan, liket is het toegestaan, dus ik heb vertaald met kunnen. Aan die mensen is het toegestaan, timidis et ignavis te essen, dus te zijn, bang en laf. Nogmaals, in eerste instantie lijkt het of Hannibal het over de Romeinen heeft, maar het blijkt een algemene uitspraak te worden, in die zin met qui. Dus die mensen die kunnen bang en laf zijn, die een respectum hebben, die een respectum hebben. Een respieker is letterlijk terugkijken, dus die een mogelijkheid hebben om achteruit te kijken. Het is hier vertaald met toevluchtsoord, betekent dus geen respect, die een toevluchtsoord hebben. Alleen die mensen kunnen laf zijn, die zullen ontvangen. En dan krijg je twee onderwerpen, namelijk terra en ager. Dus mensen die hun eigen land en hun eigen akker zullen ontvangen. Het wordt beter Nederlands, duidelijker Nederlands als je het omzet in het passief. Dus mensen die ontvangen zullen worden, had ik ook kunnen vertalen, door hun eigen land en door hun eigen akker. Dus die terug kunnen vluchten naar hun eigen land. Per itinera, door of langs wegen die veilig zijn, langs veilige wegen en vreedzame, tot vrede gebrachte wegen. En dat doen ze dan al vluchtend. Dus alleen die mensen kunnen laf en bang zijn, die kunnen vluchten naar een veilig toevluchtsoord, naar hun eigen land. Dan komt de tegenstelling, vobis necesse est, voor jullie is het noodzakelijk, ik heb vertaald met jullie moeten, voor jullie is het noodzakelijk te essen, te zijn, fortibus viris, sterke mannen, inderdaad divus, omdat dat fortibus viris in naamval, getal en geslacht zich richt naar dat vobis wat daar staat. Dus jullie moeten sterke, dappere mannen zijn. En jullie moeten, necesse est vobis, moet je opnieuw aanvullen. Jullie moeten ofwel vinkeren, ofwel moeten jullie de dood tegemoet treden. Mortem opeteren, dus overwinnen de dood of de gladiolen, zegt Hannibal hier. Even terug naar het begin, want ik heb een aantal stukken overgeslagen. Dus en voor jullie is het noodzakelijk om te winnen, hè? Daar zitten we, vinkeren. Omnibus abruptis, dat is een ablativus absolutus, met alles afgesneden zijnde, afgebroken zijnde, omdat alles afgebroken, afgesneden is, inter victoriam, tussen overwinning of dood. Dus je kunt alleen maar overwinnen of sterven. En dat afsnijden, dat afbreken is gebeurd met een certa desperatione in de ablativus, met een wanhoop die zeker is. Dus je hebt geen enkele andere keus, je moet winnen of je moet sterven. Het is voor je, even de hoofdconstructie weer oppakken, het is dus voor jullie noodzakelijk ofwel om te overwinnen, of als het lot, si fortuna dubitabit, als het lot zal twijfelen, dus als het een beetje een half-half uitkomst wordt, om dan liever de dood tegemoet te gaan, mortem opeteren, in proilio, in de strijd, liever dan potius quam de dood te zoeken in fuga, in de vlucht. Dus vluchten moet je in ieder geval niet doen. Als de overwinning onzeker wordt, si fortuna dubitabit. Si hoc, als dit, dus wat ik net gezegd heb, als dat in animo est, bij jullie is de bedoeling, als dat in jullie hart is, destinatum, vastbesloten, als dat vastbesloten in jullie hart is, bij jullie allemaal, omnibus in je hart is. Dat benefixum, dat betekent hetzelfde als destinatum, dus dat zou wel uit de tekst moeten, dat betekent de vierkante haken. Dus als jullie de overtuiging hebben dat je alleen maar kunt winnen of sterven,
iterum dicam, laat ik zeggen, conjunctivus, eventueel kun je dit ook als een futurum vertalen. Ik zal het iterum nog een keer zeggen. Ik heb hier vertaald als conjunctivus, kan allebei, laat ik het nog een keer zeggen. Als jullie hiervan overtuigd zijn, vicestis, dan hebben jullie al overwonnen. Nullum incitamentum acrius, dat hoort bij elkaar. Ingewikkeld zinnetje, de tekst is ook niet helemaal zeker. Dus ik probeer het uit te leggen. Een incitamentum is een aansporing. Acrius is de comparativus van aker, scherp of fel. Dus geen enkele aansporing is geen enkele fellere acrius aansporing is gegeven door de goden, door de onsterfelijke goden aan de mens. En dan is dat contemptu, dat is een ablativus van vergelijking, dan verachting. Mortis, van de dood. Dus dat betekent ongeveer dat de goden vooral aan mensen hebben gegeven een aansporing ad vincendum om te overwinnen, dan minachting van de dood. Als jullie de dood minachten, dan heb je in feite al gewonnen. Vicestis. Dus nog een keer die laatste zin. Geen enkele aansporing, geen enkele acrius aansporing, scherpere aansporing. Ad vincendum, om te overwinnen, is gegeven aan de mens door de goden, door de onsterfelijke goden. Geen enkele aansporing, dan geen enkele fellere aansporing, contemptu, dan verachting van de dood. Voor de dood mag je eventueel ook vertalen.